Neem de informatie eerst goed door. Kijk op de computergegenereerde installatietekening waar alle onderdelen moeten worden geplaatst. Markeer de positie van de thermostaat ongeveer 1,5 meter boven de ondervloer en afgeschermd van direct zonlicht of tocht. Boor een gat van 65 mm in de wand om een standaard wandcontactdoos voor de thermostaat te monteren. Boor twee gaten onder de thermostaat zo dicht mogelijk bij de betonnen ondervloer. Reinig de ondervloer met een stofzuiger. Verwijder al het stof. Breng een laag primer aan op de ondervloer. We kunnen de T2 Reflecta P-Fix aanbevelen. Bevestig voorzichtig een elastische voegstrip of afdichting aan de wand, rondom het verwarmde gebied. Deze zal dienst doen als een dilatatievoeg. Breng ook voegstrips aan tussen apart geregelde verwarmingscircuits en aangrenzende onverwarmde gebieden. Markeer met een dikke stift het traject van de verwarmingskabel op de ondervloer. Markeer de juiste richting en afstand tussen de kabels. Dit is van essentieel belang voor een perfecte installatie. Plak de dubbelzijdige tape in stroken op de vloer over de breedte van het te verwarmen vloeroppervlak. De stroken moeten met tussenruimtes van 40 tot 50 cm over de vloer lopen. Als Cera Pro in een zelfnivellerende samenstelling wordt aangebracht, raden we het gebruik van een lijmpistool aan om de bevestiging van de kabel op de ondervloer te verstevigen. Test de isolatieweerstand met een minimale testspanning van 500 volt. We raden een testspanning van 2500 volt aan. Het resultaat moet groter zijn dan 100 megaohm. Vul het testresultaat in op het inbedrijfstellingsformulier. Meet de weerstand van de verwarmingskabel. Vergelijk de gemeten waarde met de voorgeschreven waarde in de referentietabel. Geleid de installatiebuizen door de wandcontactdoos en monteer deze in de wand. Geleid de vloersensor door de installatiebuis. Plak de vloersensor tussen twee kabeltrajecten op een stukje dubbelzijdige tape om die op zijn plaats te houden.
plak de netband over de vloersensor. Geleid één uiteinde van de verwarmingskabel door de verticale installatiebuis richting de thermostaat. Begin door de verwarmingskabel in parallelle trajecten over de vloer te leggen. Ga zorgvuldig om met de verbinding tussen de koude draad en de verwarmingskabel. De kabel niet buigen en in een rechte lijn op de vloer aanleggen. De kabel moet met dubbelzijdig tape op zijn plaats worden gehouden. Maak een bocht en ga verder met het tweede traject. Ga verder met het aanleggen van de verwarmingskabel tot die volledig is aangelegd. Zorg ervoor dat het kabeluiteinde niet in een inloopdouche en op een afstand van minstens 30 cm van een afvoer uitkomt. Op die manier wordt uitdroging van de afvoerpijp en het ontstaan van geuroverlast voorkomen. Bewaar een afstand van 50 mm tot de wand en een minimale afstand van 75 tot 110 mm tussen twee kabeltrajecten, afhankelijk van de gewenste warmteafgifte. Plak het uiteinde van de kabel op een stukje dubbelzijdige tape om het op zijn plaats te houden. Zorg ervoor dat het kabeluiteinde niet in een inloopdouche en op een afstand van minstens 30 cm van een afvoer uitkomt. Plak de netband op de dubbelzijdige tape over de trajecten van de verwarmingskabels. Als er na de installatie van de Sera Pro niet direct betegeld wordt, moeten de kabels stevens op hun plaats worden gehouden met behulp van lijnpatronen. Oh, vergeet niet de installatieweerstand nog een keer te testen en het resultaat op het inbedrijfstellingsformulier in te vullen. Meet de weerstand van de verwarmingskabel en vergelijk de gemeten waarde met de referentietabel.